Welkom allemaal. Wat heerlijk om te zien dat u met zoveel hier naartoe gekomen bent op deze moderne soirée. Welkom en welkom ook op deze tentoonstelling. Rins en Does bij Mondriaan. We hebben deze tentoonstelling met heel veel plezier gemaakt. Het is een tentoonstelling waarbij je echt nou eens kunt grasduinen in al de documenten en de objecten en de kunstwerken die we hebben rondom die vriendschap van Doesburg en Mondriaan en rondom die vriendschap van Doesburg en de gebroeders Rinsma. Nou, het is vanavond een gevarieerde avond, een moderne soirée. De hele tentoonstelling is natuurlijk bestaat uit verschillende stukken en disciplines. En dat zijn de dingen die we hebben bewaard uit die tijd. Maar er zijn ook een aantal dingen die weg zijn verdampt. Dat zijn lezingen en gezellige avondjes die ze hielden, met voordrachten. En dat is nou precies wat we proberen te vangen en op deze avond daaraan toe te voegen. We proberen zo'n avond zoals die toen gehouden werden, nu vanavond hier nieuw leven in te blazen. Precies. En dan is het niet een avond, echt een reconstructie, maar het is wel geprobeerd hetzelfde karakter aan te geven. De sfeer te pakken. Precies. Ja. Wie zijn de gasten? Nou, we hebben fantastische gasten, daar ben ik echt heel blij mee. We hebben Annemarie Ketting, die mede-curator is van de afdeling literatuur in de tentoonstelling. Zij is letterkundige, poëziedeskundige en ze gaat iets vertellen over de letterkunde op de tentoonstelling. Een jongen met een bril die in de verte een klein beetje op mijn broertje leek. Heb je nooit zo'n ervaring? Vraag ik aan de ander. Dat alles voorbij gaat, maar dat je alles heel bewust beleeft. Omdat de zon op je gezicht schijnt, omdat je je goed voelt. De ander, nooit zo bewust ervaren, denk ik. En laat nou maar horen wat Mondriaan schreef en ik hoop dat dat wat interessanter is. Kom dan maar naar het Mondriaan huis. De ander, oké, maar alleen als ze soep en brood hebben. Nogmaals, zo verliep een van de vele gesprekken. Dit laat goed zien hoe onbekend de verhalen van Mondriaan zijn gebleven. En dan hebben we Stien Bakker, die is ook letterkundige. En die is echt gespecialiseerd in Van Doesburg. En die gaat een mini-college geven over de gedichten van Van Doesburg. Van links naar rechts ziet u op het scherm Helma Swieters, Nelly van Doesburg, toen nog Nelly van Moorsel, Koert Swieters en Theo van Doesburg. De foto is genomen in de Klimopstraat 18 in Den Haag, begin 1923, in het huis van Lena Milius, de tweede echtgenote van Theo van Doesburg. Een moderne soirée. Dat wil zeggen, modern in de betekenis van 1920. Daarop is alles gefocust. Dus modern tussen aanhalingstekens? Modern tussen aanhalingstekens. En wat is uw rol daarin? Nou, om de gedichten van iemand die in 1920 in het Weekblad Centrum Utrecht een moderneling werd genoemd, om die vanavond met zijn gedichten naar voren te brengen. Dus om het mom van I.K. Bonset, het pseudoniem van Theo van Doesburg. En het interessante en ook bijzondere is dat tegelijkertijd worden die gedichten niet ten gehoor gebracht via handouts of opgenomen stukjes. Maar Cora Schmeisser is aanwezig en die gaat ze voordragen. Dus dat wordt heel gevarieerd. Wordt dat weer net zo verrassend als dat het toen moet zijn geweest? Ja, dat hoop ik, ja. Ja, zeker op het eind. Op het eind gaat zij namelijk een stukje doen van Swieters. En Swieters, dat was een man die dan opeens in de zaal opstond. Hè, en die dan opeens iets ging declameren. Tot grote schrik van het publiek. Ja. En dat gaat zij ook doen. Het zijn gedichten die zich ontwikkelen tot klankgedichten. En dat betekent dat de betekenis van een woord, maar ook de klank van het woord zelf en van de letter zelf, tot in het detail onderzocht wordt. En dat wordt in klank en taal
tot uiting gebracht. Daar hebben de schrijvers ook zelf aanwijzingen voor gegeven, want het zijn hele bijzondere gedichten. Ja, dat klopt. Zeker Theo van Doesburg heeft voor zijn letterklankbeelden gewoon wel duidelijke aanwijzingen gegeven. Hoe lang of iets moet klinken. Ook Kurt Twitters, die gaat klinken vanavond, heeft daar ook heel duidelijk over geschreven in zijn oersonaten. Hoe die uitgevoerd zou moeten worden. Vrij strikt. En toch is het ook een plezier om juist in die klanken en in de klinkers en medeklinkers gewoon heel minimaal te onderzoeken hoe dat gaat klinken. En dan na de pauze hebben we ook iets bijzonders. Dan komt er een theatergezelschap en die gaat voorlezen uit de briefwisseling tussen Van Doesburg en de broers Rinsema. Dus dat is ook echt bijzonder en daar kijk ik zeer naar uit. Want het is volgens mij een soort première om dat in Nederland te doen. Als ik steeds een schoen gelijk moest maken, ik zou er in het laatst geloof ik toch slechter maken. Mijn werklust zou vervallen als ik geen verbetering of vernieuwing aan kon brengen. We zouden kunnen zeggen, zonder de lust tot vernieuwing, geen activiteit. Want zij is de activiteit zelf. Nu, Theo, ik zal maar eindigen. Moeder is met de appels aan inpakken. Ze wandelt of liever waggelt maar al door mij heen en daar kan ik niet tegen. Binnenkort schrijf ik wel weer. Ontvang de hartelijke groeten van ons allen. En doe de groet aan je vrouw. En wees zelf gegroet. Van je vriend, Evert. 24 april 1920. Beste Evert. Toen ik vandaag de schoenen aantrok, schrok ik dat er alweer zo'n tijd, een maand, bijna een maand, verstreken was toen ik ze van je ontving. Misschien dat in jouw rustige omgeving de tijd niet zo gauw omgaat als bij mij. Je begrijpt dat ik na mijn terugkomst uit Parijs een stapel achterstallig werk had. Ik raak er nu wel een beetje doorheen, gelukkig, en ben weer aan het schilderen van een compositie in drieën. Dat wil zeggen, drie stukken die samen één geheel zijn. Ik merk dat het goed voor mij geweest is er eens uit te gaan. Ik kom nu fris voor, heb nog meer vertrouwen en overtuigingskracht dat wat ik doe goed is. Nu nog iets anders. Zoals je misschien uit de advertentie in de Stijl hebt gemerkt, heb ik het plan om aan de Stijl een kleine editie van moderne letterkundige werken enzovoort te verbinden. Ik wilde beginnen met jouw denkbeelden waarvoor mij de naam Vol Zinnen het best voorkwam. Een gedeelte is reeds gezet, maar ik heb in het geheel maar drie bestellingen op de advertentie ontvangen. Ik denk niet dat er voldoende van verkocht zal worden om de kosten der uitgave, 120 gulden, te dekken en ik zou daarmee de Stijl te veel schade aan doen. En we gaan dit zeker vaker doen als we niet nog meer bezuinigd worden. Want mensen die hier aan meewerken doen het voor een... Het is een mini-college, maar het zijn ook mini-honoraria. Maar we doen het met elkaar omdat we het leuk vinden. De bekende boekenbon. En we doen het met elkaar omdat we het leuk vinden. En als het publiek het ook mooi vindt, dan zijn wij gelukkig. Deze tentoonstelling, tot wanneer is die te zien? Tot en met 30 september, zondag 30 september. En we hebben nog iets leuks. En wat volgt er dan? Ja, daarna krijgen we weer twee hele leuke tentoonstellingen. We krijgen een tentoonstelling hier in dit gedeelte hedendaagse kunstenaars, drie hedendaagse kunstenaars, traditie en toeval. En beneden in de schatkamer komt ook weer iets bijzonders, komt een tentoonstelling over Bart van der Lek en Mondriaan, dus even een andere tijdgenoot weer. En dan gaat het over de kleurinvloed van Van der Lek op Mondriaan en Mondriaan weer op Van der Lek. Ook bijzonder. Zo'n gedicht van Kurt Twitters, iets om weer thuis op te zetten?
Zeker om nog een keer de volle oersonate te horen. Een beetje het idee gekregen hoe die sfeer geweest moet zijn op die soirées. Nou, ik denk dat de sfeer misschien niet hetzelfde was. Denk ik niet. Ik denk dat er iets meer vrolijkheid bij te pas kwam. Dan mocht er meer gelachen worden? Nou, er werd hier ook wel gelachen. Ja, ja. Ik denk dat er meer wisselwerking was tussen de gasten. Waarom hebben deze kenners niet boe geroepen? Nee, maar het schandaal is kunst geworden. Het schandaal is kunst geworden. Nou. Of zijn wij te beschaafd geworden? Ja, ook, maar... Maar het gebeurt nog hoor. In Rusland hebben ze het nog gedaan in de kerk. Kijk. Die drie, die groepen die nou voor het gerecht is, ja, die deden wat in Parijs in 1920 in een kerk gebeurde. Ja. Die werden de drukkers hè, van Dada tijdschrift in Zürich draaiden nog de gevangenis. Ah. En wij vinden het al mooi om op zo'n avond daar in stilte en aandacht te netjes. En dat was mijn conclusie, hè? Wij zijn te beschaafd. Maar het is ook nu, toen was het natuurlijk veel nieuwer. Het was toen veel verrassender. Niet dat ik heb zo'n avond nooit meegemaakt als deze, maar ik heb er wel over gelezen en dan is het toch niet nieuw. En we zijn te netjes, dat klopt. Wij kunnen ons er nu bij voorstellen hoe het toen geweest moet zijn. Ja. Maar het is wel mooi, die van Doesburg, die had ook altijd een hondje bij zich en dat liet hij ook op het toneel. En die was er luidkeffend, liep hij er tussendoor. Het hondje heet ook Dada. Oké, dat is ik niet. Ja. Nou, dat is wel toepasselijk. Kijk. Dus dat gebeurde allemaal op dezelfde avond, op hetzelfde moment. Ik heb wel begrepen dat men toen ook zo tussen een pianoconcert door opeens boe riep. Of... Ja, Koet Zwieters. Koet Zwieters was degene die tussen de gordijnen dus boe begon te roepen. Oké. Heeft u genoten? Ik heb genoten. Ik heb ook genoten. Daar ging het maar om. U had geen behoefte om boe te roepen? Nee. Nu nog niet? Nog steeds niet. Eén keer dan? Boe!